honderden kilometers leggen ze zonder probleem af. De wedstrijdduiven van de familie van de Velde uit de stad. Met een vaartje van al gauw 80 kilometer per uur vliegen ze overal vandaan terug naar huis. Roelof en Jopie van de Velde zijn lid van duivenvereniging De Luchtbode. Ze doen regelmatig mee aan wedstrijden. Zo'n wedstrijd begint op vrijdagavond met het ringen van de duiven en het aanslaan van de klok. Combinatie van de velden is nu aan de beurt. Ja. Hoe laat was het vanmorgen? Nou, Duiven en Deventer zijn vanmorgen om 8 uur losgekomen. En die verwacht ik zo'n beetje tegen 9:15. En nou, nu ook 8 uur. En dat is wel 4 uur vliegen, denk ik. Dat die wel om een uur of 12 uur zijn. Iedere dag zijn Roelof en Jopie van der Velde te vinden bij hun hokken in park De Duiventil in de Oosterparkwijk. Op deze zaterdag zit de familie al vroeg klaar. Want vanmorgen om 8 uur zijn de wedstrijdduiven gelost. Een deel in Deventer en een deel in het Belgische Hanu. Een afstand van 300 kilometer. Kom maar. Even voor 9:30 worden de eerste duiven uit Deventer gesignaleerd. Het is nu zaak de duiven zo snel mogelijk in het hok te krijgen. De wedstrijdring eraf te halen en met die ring de klok af te slaan. Kom maar. Kom nou. Kom nou. Kom mee. Links. Rechts. Hier. Nee. Omgerond? Ja, waar is er nou? Dan? Nee. Nou, oh hier. Dan haal ik hier eruit, hoor. Hoe komt het nou dat die duiven steeds weer thuis komen? Die hebben zo'n oriëntatievermogen dus. Met op het magnetische veld, daar vliegen ze dus op. Ja? Ze hebben dus een paar magneetjes, zoals ze dus schrijven, voorin zitten. En daar oriënteren ze zich op. Daarom letten ze een duif ook als je een duif wegbrengt. Zoals met de auto ook. Dan gaan die luiken omhoog en dan blijven ze eerst een poos staan. Dat ze dus al beginnen te oriënteren en dan later, na een half uur of zo, of een uurtje dan, laten ze ze los. Maar dat ze vanuit Korval zich gaan oriënteren, welke kant moet ik op? De duiven van de familie van de Velde horen tot de top van Groningen. Het geheim? Fokken met topduiven en de vogels alleen wedstrijden laten vliegen wanneer ze in goede conditie zijn. Toch zit een ongelukje in een klein hoekje. Moet je dan? Dat is een van uw favorieten? Dat is een van de favorieten, maar ja, hij blijft mijn favoriet toch. Hij is teruggekomen, dus kijk, hij vliegt dus, kijk, hij is teruggekomen van de vlucht. En dan was hij op de eerste fondsvlucht, dat was een dikke 500 kilometer. En toen ben ik hem kwijtgeraakt en toen was het mijn beste vogel, hij stond ook bovenaan op de lijst. En toen was hij weg, dat vond ik zo erg dat hij weg was. En toen op een gegeven moment was ik spirit bij het hok. En valt er een vogel op het hok, daar op dit slag. En hij begon te draaien en te koeren, was zo blij. Ik denk, hé, dat is mijn 60. Mijn hartje ging open toen ik hem weer zag. Maar toen zag ik dus het vleugeltje. Ik denk, ach jee, vleugeltje gebroken. Hoe ben je teruggekomen? Hij is dus met een gebroken vleugel teruggekomen. Hij is nu gepensioneerd. Hij is nu gepensioneerd en hij gaat dood op mijn hok. Hier van een hij mag oude hier, dag. Hij mag hier zijn oude dag, maar hier afmaken, jou. Echt. Kom maar.
Het komt vaak voor dat duiven niet terugkomen van een vlucht. Kort geleden nog verdwenen bij een wedstrijd in Friesland duizenden jonge duiven. Die hoeven niet verongelukt te zijn. Veel duiven lopen binnen in hokken van andere liefhebbers. Die zorgen er dan weer voor dat ze bij hun rechtmatige eigenaar terugkomen. Is het eigenlijk wel verantwoord om die beesten zo'n end te laten vliegen alleen voor een hobby? Jawel hoor, ik vind dat kunnen ze best aan hoor. Het is echt wel een hobby en dat kunnen ze ook. Dat kunnen ze echt. Daar hoeven de mensen niet eraan naar te kijken hoor, dat die duiven gespeeld worden. Dat is normaal. Want je hebt er wel duiven bij die vragen er gewoon om aan het weekend dat ze dus weggaan. Dat zie je dus. Ze hebben er lol in. Ze hebben er lol in. Ja, ze hebben er echt lol in. Dat zie je wel. Nou, ben wel domme doem. Die blinden lekker zitten. In de duivensport gaat veel geld om. Voor een echte topduif wordt al gauw duizenden guldens geboden. Een internationale kampioen is voor de meeste mensen onbetaalbaar. Nou, ik denk dat je er wel een bungalowtje voor neer kan zetten. Zulke bedragen gaan er wel in omdaan. Maar dat gaan ze meestal naar het buitenland toe. Naar Amerika of naar Taiwan of naar Japan. Die kant gaan ze dan op. En die willen flink geld geven. Vanwege het geld heeft de duivensport ook minder leuke kanten. Dat merkte Wim Klermons, lid van dezelfde vereniging. Vorige week werden zijn topduiven gestolen. De duiven die zijn gestolen. Ja, duiven, ik leef voor de duivensport. Voor de duiven. En altijd al. Van kind af aan. En nu doen ze hier dit, zeg maar. Het is gewoon absurd. Dus. Ze maken de duivensport zo kapot, zeg maar. Die jongen is een hele goede melker. Echt een hele goede melker. Dat meen ik heel eerlijk. En dat zulke soort dingen moeten gebeuren, dat gun je je grootste vijand niet. Vele uren per dag is de familie van de Velde bezig met de duiven. Jopie van de Velde beleeft daar veel plezier aan. Dat is wel eens anders geweest. Om haar heeft Roelof van de Velde 20 jaar geleden al zijn duiven verkocht. Ja, toen waren de kinderen nog klein. En iedereen zie je weggaan de weekends. En jij bent in huis voor de deur. En een beetje met de kinderen naar het park. En weet ik het allemaal. Maar altijd alleen, weet je wel. En dan heb je als het ware een emmer die overloopt en dan is het afgelopen. En toen kon ik kiezen, wij of de duiven. Nou, toen heeft hij ons gekozen en de auto gekocht. Zonder duiven kon de familie eindelijk ongestoord op vakantie naar Oostenrijk. Toch besloten Roelof en Jopie van de Velde, toen de kinderen het huis uit waren, weer duiven te nemen. En nu wil vader wel graag weer met vakantie, want die genoot daarvan. Ik wou er wel wonen in zo'n mooi land. Maar nou wil ik wel graag, maar nou wil moeder niet weer weg. Die wil de duiven niet alleen laten. En nu is het andersom. Ik ben nu helemaal weg van die duiven. Zeker, ja. Kom maar gauw. 34. Goeie tijd. Goeie tijd. Hele mooie tijd.